Maar misschien kan je wel even een korte rondleiding geven. Ja. Nolan? Ja. Waar zijn we? Ja, we zijn hier bij het e-sport huis 010. De twee gaskoepels van Feyenoord. De kleine koepel hebben we de studio, waar we nu even naar binnen gaan. Ja, sorry Mattia, het beeld daar van de handheldcamera valt even weg. Dus we zijn weer terug bij de studio. Welkom, lichtbank dus gekozen door de Twitch chat voor de camera te komen. En nou ben ik natuurlijk heel erg benieuwd, waarom moest lichtbank voor de camera komen? Wat voor persoonlijkheid, Jeffrey, is lichtbank? Hij is iemand die heel erg emotioneel is. En in de andere koepel, Nolan? Ja, nou, dat was de studio. In de andere koepel is de Game Arena. Waarin de twee teams tegen elkaar strijden. Ze zijn net weer terug van een wedstrijd. En ze maken zich op voor de finale wedstrijd, die hier zichtbaar is. Nou, we zien dus nu op de schermen de analyse die in de andere hal bezig is. Wat kunnen we, mensen kunnen hier zitten, kijken? Ja, nou, dit is het eSport House 010, de grote koepel. Waarin we hier de shoutcasters hebben. Dat zijn de commentatoren van eSports. Die hebben hier goed uitzicht over de zaal. En die geven commentaar op de wedstrijden die hier plaatsvinden. En vervolgens hebben we hier gekozen voor de lounge set voor gamers. Waar ze hier lekker kunnen zitten. En naar de wedstrijden kunnen kijken. En de teams kunnen aanmoedigen. En de teams zitten in die twee boxen, hè? En de teams zitten in de boxen. We hebben een blauwe kant en een rode kant. En die strijden tegen elkaar. Nu in Dota 2. Maar in andere competities, in League of Legends en in de toekomst Rocket League. En wie weet wat nog meer gaat komen. Jongens, jullie hebben de eerste wedstrijd gewonnen, hè? Ja. En nu verder? De tweede pot. 2-0 toch? Ja. 2-0 natuurlijk ook. Succes! Hey, kom hier, dankjewel!